Gaan we even wat heksen melden bij de uitvoerder. Kent al hier wel. Heb ik al dienst van de morgen, dus wij kunnen gewoon in. Hij weet even er binnen. Oké. Okay. Ja, dit is qua jongens paradijs, hè? Al je kraanstellingen. Ja? Ja toch? Ja. Je droomt iedereen van. Ik heb je melden van de mooie. Waar ben je nou? We zijn hier nou op een bouwplaats van de Westelijke Invalsweg. De Westelijke Invalsdiek. En ja, we zijn hier nou bezig met de oostelijke bouwput. Dus we zijn hier nou bezig met de eerste fase van het gedeelte wat dus in het kanaal gebouwd wordt. Ja, dus we staan bij er staat een kraan hier op een wal, er staat een kraan op een ponton. En die brengt de Stion Dam, wat dan hier op een groen leidt, op een wand leidt. En dat werd daar het wetter inbracht. Deels stiert het er al, maar het werd dus waar een gesloten put worden. Want ja, we willen eigenlijk wat bouwen in een droge put. We rennen even het stempelraam. Naar het wat? Naar het stempelraam. Of naar het proefopstelling. Ja, het is wat drek zo, hoor. Ja, het is wierd, hè? Ja, het is wierd. Ja, het is jammerlijk. Zo, eerst in we waren bij de proefopstelling van onze ankerpjaal. Onze trekelementen die we elke keer ombrengen. Je ziet wel, het is een heel verhaal met dregel en schotten, stingel binden. En wat hierop stiert is waar een vijzel. Dus we willen eigenlijk die pjaal die we ombracht hebben, een paar weken voorom. Die willen we nog testen. Wat de theoretische druk, of trekkracht, werd het, de berekening van binnen, dat het in de praktijk werkelijk klopt. De meeste mensen die begrepen wel dat als er een gebouw zit, dat de pijl, de heipijl, dat die belast wordt op druk. Bij een aquaduct is dat krijgt het om. Een aquaduct dat ding dat wil druwen, dat wil omheeg. Dus we moeten het zien horen. En vandaar dat we dus onder ons aquaduct. Zo'n groot aquaduct, hoe zwier je dat? Nou, hoe zwier je dat weet ik net. Maar we praten hier over diep, dus van 10, 15 meter diep. En ja, de groenwetter is ongeveer een hele meter minus maaiveld. Dus dat zijn gigantische krachten die erop komen. Dat groenwetter, dat het zo'n druk. Dat wil het aquaduct omheen trouwen. Precies, ja, dat aquaduct niet echt drogen. Het zal net de eerste keer wezen dat er dus kelders drogen gaan. Omdat ze dus ja, net belast binnen en ja, met onvullend veertien wordt om het ding vol wetter te zetten. En hoe weet je nou hoeveel druk dat groenwetter hier heeft? Je beleid. Nou, dat is dus aan de hand van ja, groenwetter dat is gewoon vers gegeven. Dat heeft een bepaalde kracht. Wat het je spannend maakt, dat is de groenslaag die kracht opnemen kan. Ja, maar dat is in wezen het trucje. Hè? Dus wat dat ding wil drukken, dat kan iedereen wel uitrekenen. Dat is de wet van Archimedes. Alleen ja, de trekkracht die dat ding per pijl uitoefent, ja, dat moet bereiken je. En daarvoor heeft dus de sonderingen en de boringen nodig van de ondergrond. Ja, want wij kunnen wel een kilometer in de lucht zijn, maar we kunnen net een centimeter in de grond zijn. We weten net wat er in de grond zit. En het grootste gedeelte van het aquaduct, door wel hard te zeggen, 99% zit toch onder de groenwetterstand. Dus ja, daar rennen we risico in. En daar willen we gewoon net al te veel risico's nemen. Daar willen we gewoon uitrekenen, daar willen we gewoon testen. En dat testen doe je meer? Ja, we hebben nu in het verleden, per week waarom, hebben we een aantal pijlen omgebracht. En die pijlen die binnen nou uithouden en die willen nou gewoon testen. Dus we testen uit de berekeningen kloppen bij de praktijkgegevens. En daar staan we hierbij. We staan hierbij in wezen bij het proefraam. En wat je zorgt dat er een grote dreiglijnskoten, stiel constructie erop. En dat ronde ding, dat is een vijzel. Denk even maar loeken. En dan kun je zien ja, hoeveel kracht erop komen. Wordt dat ding uitrekenen op 100 ton aan trekkracht, dan moet er een bepaalde vaardigheid hebben. 110, 120 ton. Maar we ben ik bij die loeken we gewoon steken. We zien wat het piano uiteindelijk eraan kennen. Dus we rennen even rond, dan heeft even een idee. Dus dit is een wezen. Dit zijn de piano die er in de groen zitten. Dus deze pijlje. Dat is een staaf van ongeveer, nou wat is het? Dit is met 74 mm en in de praktijk wel haast 64 volgens mij. Ja, deze ding hier, dus ik weet niet precies hoe lang, ik heb het werkplan net in de hallen. Maar deze ging tot een bepaalde diepte en deze willen dus ik testen. Hij zit wat los of net? Ja, hij zit diep genoeg in de grond en in de grond zit er helemaal gewoon beton aan. Hè? Want de PL op zich, ja, dat natuurlijk niks. Maar de klute beton hè, die er dus omheen zit, die moet verhest worden. Dat is gewoon de grautprop of de cementprop die hem eigenlijk verhest worden moet. En daar moet de trekkracht eigenlijk aan ontlenen. En hoeveel van die pijlen komen er nou eens onder het aquaduct? Ik door het bijna net te zeggen, maar dat zijn er 1622. Pad voor Diggy. Ja, dat is nog wat. Dat is een mooi klute staal. Ja, en altijd staal, ja, dat is natuurlijk een vrij dure post. Hè? Wij zitten hier in Nederland zitten we gewoon in een delta. Hè? De grote rivieren die hebben hier allerhande sedimenten omgevuld.
En ja, wij zitten hier net een keer om zee, dus we hebben eens een keer een overstroming, we hebben eens een keer weer een overstroming van de rivieren of van de zee. Dus wij hebben hier een heel aparte groenslag hier in Nederland. En wat is dan het aparte? Het aparte is dat wij dus al die laren die dus opbouwd binnen, die maar we dus per locatie echt in zicht brengen. Want hebben we het aquaduct helemaal op ontworpen. Een aquaduct, het is geen... We gaan net naar de winkel en we bestellen een aquaduct. Nee, een aquaduct wordt helemaal ontworpen en aan de hand van de groenslaag hebben we het kraaien. En de ene laag had het groenwetter beter zien als de oren, maakt het zasje? Ja, het was hier echt van die liemlagen. Ja, daar komt de groenwetter net terug in. Dus ja, als we daarvan een gebroekmaatje kennen, dan doen we dat. Hier aan de orenkant van het beter, ja, daar zit een liemlaag ongeveer op een meter of tol of treetje. En daar maait ze gewoon gebroek van. Dus dan hebben we geen onderwetterbeton nodig, maar dan hebben we gewoon een gebruikmaatje van de kleilaar die de bouwput afsluit. Je wil werken in een zo droog mogelijke bouwput aasen natuurlijk. Ja. En daarom zet je nou al je schutten in de groen. Ja. Hoe diep wat die schutten wel in? Deze planken zijn volgens mij iets van 24 meter. Dus die zitten in de afsluitende zonlagen. En daar ben je niet. Ja, dan moet de groen eruit. Afsluitende zonlaag? Ja, we moeten hier ons damwand maar is bereiken op een bepaalde diepte. Die moet dus de kracht van de groen moet iets inhouden. We gaan in de garages graven tot min 10 en in de wetterkelder tot min 15. Dus die damwand die moet nou wat houden. En die moet hier echt op een bepaalde diepte. En dan zitten ze dus in de verste zonlagen. Dus daar moet we terug in, maar we in. Het is leuk dat we even naar de andere kant rennen, want dan geven we de paalpuntje in, of de punt van die damwand. Want dat gaan we namelijk in sommige pijlen even fluideren. Wat gaan we? Fluideren, dat is met wetter brengen we ze naar onder. En daar zijn de jongens nou mee bezig. Want dan is die zonnelaag zo'n verschrikkelijke hut, dan krijg je ze als het ware net op diepte. Dus dan brengen we met een wetterleiding, op mijn leiding brengen we wetter naar achter, naar onder, naar de punt. Zodat we dat zonnelaag als het ware losspuitje. En dan even naar de andere kant, hè, want daar ben je nog bezig. Oké. Okay. Ja, maar we even opstappen, mooi. Nou, jij het wel denk. De koffiepauze is over. Ja, de man, koffie op, ze beginnen weer.